Als je nou kijkt naar zo'n, ja, zo'n debat, hè. Ja, ik zit te kijken en die Timmermans, vrienden, die Timmermans, oh, jajajajaj. Ah, ja, die Wilders, die staat daar superieur en ja, pontificaal en nou, die is werkelijk op zijn allerbest dan, hè. En die Timmermans, ja, je ziet een beetje, hij wordt dan de hele tijd wel gesouffleerd door de Knulletje Klaver. Die ziet wel, je moet dit, je moet dat. En maar je ziet een beetje toch die paniek in die ogen, ja, bij die Timmermans. Ja, want die begint dan heel stoer, zet hij in, hè, zegt hij, maar ja, radicaal rechts en weet je wel. En hup, dan komt Wilders terug met, ja, jij dan met je studenten op links en hup, ho, ho, ja, ho, hele verdediging, alles is weer open en dan staat die man weer, oh, die Timmermans. En ja, en dan zegt die Timmermans nog, ja, maar ik mag, hoezo mag ik geen radicaal zeggen? Ik mag je toch zeggen, in deze democratie, in deze kamer, mag ik toch zeggen wat ik wil? Ja hoor, zegt Wilders, dat mag zeker. Ja hoor, er is geen verbod op het verkondigen van onzin. Hup, ja, en dan zie je die Timmermans weer, ho, ho, weet je. Oh, aan alle kanten wordt hij gewoon gedold. Die Wilders, die verslaat hem gewoon waar hij maar wil. Ja, als zij zouden voetballen, dan zou die Timmermans de hele tijd maar achterom kijken. Ik ben weer gepoord. Ja, ja. Je bent alweer gedold. Ja, Franske, je hebt hem alweer door de beentjes gehad. En dan zou hij in paniek erachteraan gaan, die Timmermans, om een revanche te nemen. En dan, hop, dan moet hij weer kijken. Ja, weer door de beentjes, ja. Ai, 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 ai. Je zou toch denken, daar bij die Partij van de Arbeid en die GroenLinks-beweging. En die Timmermans zelf. Ja, ja. Eigenlijk is er maar één oplossing voor hem, hè? Ja, voor Timmermans. Ja. Gewoon iets anders gaan doen.